Ja, hi Saskia. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het uiteindelijk onwijs leuk om over mijn vak te praten. Ik ben Jantien Hoogmoed. Ik ben neurochirurg en ik hou mij eigenlijk voornamelijk bezig met hypofyse tumoren, hypofyse chirurgie en endoscopische schedelbasischirurgie. Hypofyse adenomen. Ik heb mijn presentatie vandaag voornamelijk een beetje opgehangen aan alle vragen die het bestuur ook al neergelegd had. Dus het gaat een deel over teamwork. Wat is nou de rol van de neurochirurg in het team rondom een patiënt? Wat zijn de indicaties van een operatie? Nou, hoe ziet zo'n operatie er dan globaal uit? De vraag was ook een beetje, kan je de verschillende tumoren, verschillende soorten adenomen herkennen? Daar ga ik iets over zeggen. Ik hou het voornamelijk een beetje over hypofyse adenomen, omdat dat toch de meeste patiënten zijn. Wat zijn nou de complicaties van een operatie? De vraag was ook wat hebben wij nou als patiënten aan de kwaliteitsstandaarden en de zogenaamde QRNS-database? En zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Ten eerste draait het eigenlijk altijd ten eerste om de patiënt. He, dat is eigenlijk de zon, het centrum van het zonnestelsel. En rondom zo'n operatie hangen een aantal mensen die toch wel heel belangrijk zijn. Dat is ten eerste natuurlijk de endocrinoloog. Dat is vaak ook de verwijzer van de patiënt. Dat zijn vaak ook de verpleegkundige specialisten. Dat zal bij elk ziekenhuis een beetje anders zijn. Bij ons zijn het vaak de endocrinologie verpleegkundigen die ook betrokken zijn bij de voorlichting. De neurochirurg uiteraard. En in veel centra zal de neurochirurg de operatie samen met de KNO-arts doen. Dus dat zijn de mensen die je rondom een operatie vaak ziet. En die werken allemaal samen in een team en hebben eigenlijk op hun eigen deelgebied hun eigen verantwoordelijkheid. Nou, ik zei het al, het is een soort zonnestelsel. En daar hangen nog wel meer zonnestelsels omheen. He, het kan heel goed zijn dat er een soort tweede ring aan dokters omheen zit. En dat kan radiotherapeut zijn als een radiotherapie na de operatie. Of in plaats van een operatie radiotherapie gaat plaatsvinden. Dat kan natuurlijk een oogarts zijn die zijn onderzoek voor of na of voor en na de operatie doet. Maar het kan soms ook een neuroloog of een neuro-oncoloog zijn die toch aanvullende therapieën moet geven. Of soms komen mensen via de neuroloog bij ons terecht. En soms ook zelfs een endocrine chirurg waarmee we allemaal samenwerken. Dus er is zo'n heel team aan mensen om ons heen. En daar heeft iedereen zijn eigen functie in, maar je werkt wel vaak als team samen. Als je in het kleine eerste zonnestelsel kijkt, dan heeft iedereen eigenlijk zijn eigen taak. Maar werk je wel vaak samen. Veel centra hebben eigenlijk altijd MDO's, waarbij je patiënten toch altijd overlegt en iedereen van zijn eigen kant kijkt van, vinden we het een goede indicatie voor een operatie? Het is toch een indicatie voor medicatie. En zo overleg je ook. En heel vaak komt er ook neer dat je samen met de patiënt beslist wat uiteindelijk de beste behandeling is. En op de operatiekamer is er dan net weer een ander team en een ander zonnestelsel. En dit is een beetje hoe een operatiekamer eruit ziet. Belangrijk is natuurlijk de neurochirurg en de KNO-arts. En waarom is de KNO-arts nou zo belangrijk, vind ik, uit mijn oogpunt. Een KNO-arts heeft heel veel respect voor de neus. En mensen kunnen best veel klachten van de neus overhouden na een operatie. Daar kom ik later ook een beetje op terug bij de complicaties. Maar een KNO-arts kijkt toch anders naar neus, wat echt zijn vakgebied is, dan dat de neurochirurg doet. Heel belangrijk zijn onze operatieassistenten. Belangrijk dat die ook ingespeeld zijn op die operatie. En als je die onderste foto bekijkt, zie je ook hoeveel instrumentarium er ligt. Zij moeten alles weten. En zij moeten ook vaak een beetje vooruitdenken wat ik nodig heb. En soms reiken ze mij dingen aan waarvan ik denk, oh, dat is veel handiger dan dat ik zelf bedacht had. Dus zij doen echt zo'n operatie ook mee. Nou, wat heel belangrijk is natuurlijk een anesthesist. Iemand die de narcose geeft samen met zijn of haar assistent. En die ook moeten weten wat de implicaties zijn van hypofyse patiënten. Onder andere bijvoorbeeld bij mensen die te weinig cortisol aanmaken. Nou, wat kan er gebeuren bij een diabetes insipidus? Dat is ook belangrijk dat iedereen daarvan weet. En wat zijn nou de indicaties voor een operatie? Dat kun je grofweg in drie groepen delen. Dat is als eerste, dat kan massa zijn, dus volume, hè, dus de ruimte die zo'n tumor inneemt. Dat kan zijn dat een tumor te veel produceert, overproductie. Maar steeds vaker doen we die operaties ook uit voorzorg. Hè, om te voorkomen dat iemand bijvoorbeeld uitval gaat krijgen van de oogzenuwen.
De hypofyse, dat zit eigenlijk in het midden van het hoofd. Daar zitten een aantal belangrijke structuren omheen. En in dat rechteronderplaatje zie je dat de oogzenuwen en vooral het kruispunt, wat wij het chiasma noemen, ligt vlak boven de hypofyse. Dat geeft vaak ook de uitval. En aan de zijkant van de hypofyse zit de sinus cavernosus. Daar loopt onder andere de belangrijke slagaders doorheen. Maar die gele puntjes die je ziet, dit is een soort vooraanzicht, dan zie je eigenlijk dat dat de zenuwen zijn die naar de oogspieren gaan. Druk op die oogzenuw, dus als het massa geeft, zo'n tumor die groeit. En als hij omhoog groeit, kan hij op die oogzenuwen drukken. En dat geeft eigenlijk een typisch patroon van bitemporale hemianopsie, dat zullen we dat noemen. En dat is eigenlijk het verlies van de buitenste gezichtsvelden. Dat wordt gedaan op een gezichtsveldonderzoek. Dat is dat wat je linksonder in beeld ziet. En rechtsonder in beeld zie je eigenlijk wat de gezichtsvelden zijn van een patiënt. En dan zijn eigenlijk de buitenkanten zijn dan weggevallen. En dat komt heel typisch, als een oogarts dit ziet, dat komt uit dat chiasma vandaan, uit dat kruispunt van de oogzenuw. En komt vaak dan vanuit de hypofyse of uit een tumor vanuit de hypofyse die daarop drukt. En als hij meer naar de zijkant groeit, richting die sinus cavernosus, dan drukt hij op die oogspierzenuwen. En elke oogspierzenuw geeft een ander patroon van dubbelzien. Dus daar kan een neuroloog of een oogarts dat aan zien. Wat ik nog vergeet te vertellen bij het eerste is dat het vaak eerst voor uitval van die gezichtsvelden geeft en pas later van het scherp zien. Dat kan ook wel een beetje wisselen. En soms hebben mensen uitval van één oog. Dus dit is het typische patroon, maar het hoeft zich er lang niet altijd aan te houden. Nou, dit is hier een patiënt waarbij je een vooraanzicht van een scan en daar zie je dat de oogzenuw daar omhoog geduwd is. En je ziet daar ook aan de linkerkant dat die sinus cavernosus groeit, dus daar ook die oogspierzenuwen zitten. Dus daar kan de patiënt voor beide dingen bedreigd zijn. Ik ga hier wat sneller overheen, want dat is echt wat expertise ook vanaf van de endocrinologen. Maar andere indicaties voor een operatie zijn uiteraard acromegalie, de ziekte van Cushing. En een prolactinoom opereren we eigenlijk steeds vaker. En dat is voornamelijk bij mensen waarbij de medicatie toch niet goed werkt, niet voldoende werkt, ondanks maximale doseringen. Of dat mensen toch echt intolerant zijn voor de medicatie. En wat zeldzamer is, is het TSH-producerend adenoom. En nog zeldzamer het FSH-producerend adenoom. Nou, wat we steeds vaker zien is het zogenaamde incidentaloom. Dus dat is het per toeval gevonden adenoom. En die worden steeds vaker bij toeval gevonden, omdat mensen toch wat vaker scans krijgen. De MRI is wat makkelijker voorhanden. Ze krijgen toch wat vaker MRI's voor hoofdpijn, maar ook voor duizeligheid of gehoorsverlies. En dan wordt er op zo'n rand van zo'n scan toch vaak een hypofyse adenoom gevonden. Of mensen gaan een scan maken uit voorzorg zelf, bij bedrijven als Prescan of andere bedrijven die dat aanbieden. Nou moet je realiseren dat ongeveer 10% van de mensen heeft een hypofyse adenoom. En dat wordt in de literatuur een beetje tussen de 1 en de 35% beschreven. En ongeveer maar 1 van de 1000 van die aandoeningen die je vindt in de hypofyse geeft klachten, is de aanname. En bij tumoren die dicht bij die oogzenuw liggen of waar groei te zien is, dan is het toch vaak echt een gezamenlijke beslissing met je endocrinoloog en met je chirurg van wil je geopereerd daaraan worden of niet. Omdat die complicatierisico's steeds lager zijn geworden, kiezen toch een aantal mensen wel om uit voorzorg te opereren om te voorkomen dat je uitval krijgt van je gezichtsvermogen. Nou, een operatie via de neus naar de hersenen is eigenlijk heel oud. En dit plaatje heb ik erin gestopt. De Egyptenaren gebruikten eigenlijk al de neus als toegang bij het mumificeerproces. En gebruikten deze haakjes, die niet zo heel erg anders zijn, maar wel wat scherper dan de dingen die wij tegenwoordig gebruiken, de instrumenten, om via de neus de hersenen eruit te halen. Zij haalden alle organen uit het lichaam. Dat moest apart van de mummie bewaard worden. En zij hadden al door dat je dat eigenlijk ook die hersenen heel goed via de neus kon bereiken. Harvey Cushing, die is er eigenlijk vorige eeuw mee begonnen. Harvey Cushing is echt zo voor ons de grootvader van de neurochirurgie. De naamgever van de ziekte van Cushing. Maar die heeft ook het opereren via de neus ontdekt van de hersenen.
Of in ieder geval wat later ontdekt dan de Egyptenaren. Dat is wel later wat verlaten. Maar eigenlijk sinds de laatste 30 jaar wordt steeds vaker via de neus geopereerd. En dat komt voornamelijk omdat de KNO-artsen de basis hebben voor de techniek van het endoscopisch van de neus opereren. Zij zijn daar echt voorlopers in geweest. Dat is eigenlijk, wat is nou endoscopisch? Dat is eigenlijk niks anders dan optiek. Dus een smalle buis met lenzen die vergroting veroorzaken op een camerakop. En die camerakoppen, die camerabeelden zijn eigenlijk de laatste jaren steeds beter geworden. En je wordt ook wel eens de vierhandentechniek genoemd, omdat je met twee chirurgen staat die vier handen hebben. Dus vier instrumenten ook kunnen bedienen. Nou, je hebt heel veel ruimte via je neus. Je opereert eigenlijk bijna altijd via beide neusgaten. Dus het kan soms ook via één neusgat. Maar eigenlijk gebruik je beide neusgaten om zoveel mogelijk ruimte te krijgen. Dit is nog zo'n plaatje van hoe zo'n optiek eruit ziet. Daar wordt die camerakop op aangesloten. En ik wil hier wat waarschuwen. Ik heb wat plaatjes meegenomen van operaties. Dus mensen die daar niet goed tegen kunnen, die kunnen nu misschien nog even wegklikken. En wat je doet bij zo'n operatie, dit is een zijaanzicht. Je ziet het neustussenschot achter de achterste neusbijholte. En daarachter zie je het kuiltje waar de hypofyse in zit. Zogenaamd Turkse zadel, oftewel het cella turcica, zoals wij dat noemen. En wat je doet, is om links en rechts te kunnen verbinden, haal je een klein deel van het achterste neustussenschot weg. Je haalt de voorwand van die achterste neusbijholte weg. En dan kom je eigenlijk bij die cellen, bij dat Turkse zadel uit. En dat ziet er van de binnenkant zo uit. Daar zie je aan de bovenkant zie je de indeuking van de oogzenuwen zitten. En aan de zijkant loopt de indeuking van de bloedvaten. En daartussenin, die bolling, dat is het Turkse zadel. Nou, als je daar het bot weghaalt, dan zie je iets glimmends daar voorbij komen. Dat is het zakje van hersenvliezen waar de hypofyse in zit. Dat kan een beetje paramoerachtig glimmen. En dan heb ik nu een video meegenomen. Daar probeer ik iedereen een beetje doorheen te praten. Ik weet niet van de regie of die gestart kan worden. Ja, daar is hij. Nou. Het is een beetje schokkerig. Dat heeft te maken met gewoon de omzetting van het beeld. Dus het is niet mijn mooiste video. Maar je ziet hier dat je de hersenvliezen opent. En daar komt eigenlijk al adenoomweefsel je tegemoet. Die staat onder druk. Dus die duwt zich eigenlijk al een beetje naar buiten. En die hersenvliezen maak je dan langzaam verder open. En daar zie je eigenlijk dat deze tumor is bij deze patiënt heel week. De video is trouwens met toestemming van de patiënt. En je maakt die. Bij het openen duwt hij zich eigenlijk al een beetje naar buiten. En dit soort ronde, stompe ringetjes, die gebruik je om die tumor vrij te prepareren van de omgeving en vrij te prepareren van de normale hypofyse. En je schraapt dat los en je pakt dat eigenlijk met een paktangetje eruit. En wat je uitpakt, dat breng je eigenlijk, dat stuur je in naar de patholoog. Je ziet dat tumor ook een beetje bloederig is. De hypofyse zelf is een goed doorbloed orgaan. Dus zo'n tumor die daaruit ontstaat, is vaak ook goed doorbloed. Je ziet steeds vaker dat er steeds meer dat er wat ruimte komt. En dat je heel voorzichtig steeds probeert met dat lepelen eigenlijk wat je doet, het steeds verder los te prepareren. Steeds verder los te krijgen van de omgeving. Nou, dan heb je die ringetjes. Dit ringetje is net een andere vorm. Zo heb je verschillende vormen om te zorgen dat je eigenlijk in alle hoekjes en gaatjes zoveel mogelijk kan komen. En dan kom je steeds verder ook. Je verwacht in de rand, die hypofyse is vaak helemaal plat gedrukt in de rand. En je verwacht eigenlijk dat je in de rand dan normaal hypofyseweefsel tegenkomt. En dat hypofyseweefsel herkennen, daar heb je ook een stukje ervaring voor nodig. Dat moet je vaak genoeg gezien hebben. Nou, hier ga je alles langs. En daar zie je ook al dat witte, de achterwand. En wat hier voorin te zien is, dat is eigenlijk al een beetje normaal hypofyse weefsel wat naar beneden komt zetten. Want als je de onderrand weggehaald hebt, die tumor hebt weggehaald, dan komt de bovenkant naar beneden zetten. En voor mij is het makkelijker om te zeggen, maar neem aan dat dat wat nu naar beneden komt, dat is gladder, dat hypofyse weefsel is. En vaak maak je daarna dicht met wat oplosbaar sponsjes, als er geen complicaties bij zijn. De presentatie mag verder. De vraag was, kan je een tumor
verschil zien bij een operatie? Dat niet echt, maar ik wil jullie wel een beetje meenemen in de pathologie of de aandoeningsleer van tumoren. Omdat daar wel ontwikkeling in is. Adenomen komen eigenlijk uit de verschillende cellijnen van de hypofyse. Al die verschillende hormonen die het produceert. En er wordt wel eens over een stil adenoom gepraat of een functioneel adenoom. En dat zegt, zorgt hij voor overproductie of zorgt hij voor geen overproductie? Nou, dan zijn er steeds meer door genetische factoren in die stamcellen. Daar kunnen allerlei verschillende cellijnen uit ontstaan bij de ontwikkeling van de hypofyse. En als er in de transcriptiefactoren die bepalen in welke cellijn iets gaat vallen, een foutje is, dan kan daaruit een tumor ontstaan. Er zijn 3 grote transcriptiefactoren bekend. Dat is zogenaamde TPIT, de PIT1 en de FS1, waarbij de TPIT voor corticotrofe cellen zorgt, dus de bijnierschorshormooncellen. De PIT1 voor de zogenaamde somatotrofe stamcel. En dat codeert dan voor groeihormoon of prolactine of TSH. En de FS1 voor de gonadotrofe stamcel. En de gonadotrofe die zorgen uiteindelijk voor productie van de geslachtshormonen. Nou, en wat zegt dat dan? Waarom is dat nou steeds belangrijker geworden? Nou, je weet bijvoorbeeld als een tumor T-pit heeft, dus dat hij daaruit ontstaat, dan geeft het vaak, kan het de ziekte van Cushing geven, doordat het te veel produceert. Maar we komen er steeds meer achter dat steeds dat tumoren waarvan wij vroeger dachten dat die niks produceerden en dat dat ook niks, dat daar geen verschil in zat, dat dat ook wel tumoren kunnen zijn die uit één zo'n stamcel kunnen komen. En als hij uit de T-pit komt en hij produceert geen hormonen, weet je dat hij zich wat agressiever kan gedragen. Dus dat hij bijvoorbeeld ook net als Cushing wat meer de neiging heeft, zo'n adenoom, of terug te komen. Dus als ik die uitslag zie bij de patholoog bij iemand en ik zie dat het een stilkortcotroof adenoom is, dan hou ik die patiënt gewoon wat strakker onder controle, omdat ik weet dat het gewoon wat meer de neiging heeft om terug te komen, dat je daar iets meer bovenop moet zitten. Nou, bij PIT1 is stil dan meer zeldzaam en bij SF1 dan zijn eigenlijk meest goedaardige tumoren. En als je op het oog kijkt, het enige verschil wat je kan zien is dat een microadenoom toch vaak een beetje wat bleker is of wat geler is. Maar dat is eigenlijk het enige verschil wat ik vind wat je daarvan kan zien. Nou, dan heb je de complicaties van zo'n tumor. Die kan je eigenlijk globaal in 4 groepen verdelen. Allereerst hormonaal. Er kan natuurlijk na een operatie uitval van hormonen plaatsvinden. Dat kan tijdelijk zijn of permanent. En om op te vangen van mensen die nog geen uitval hebben van de bijnieras, dat wat kan optreden na de operatie, geven eigenlijk bij iedereen uit voorzorg een hydrocortison stressschema en gaan we testen na de operatie. Diabetes insipidus is eigenlijk heel bijzonder, want dat kan optreden, maar dat kan zich ook onwijs goed en heel snel herstellen. En dan zeggen we vaak een beetje de 80-80 regeling. Dat als je het krijgt in het ziekenhuis, gaat 80% na de operatie gaat 80% zonder medicijnen naar huis. En van de mensen die het toch mee naar huis krijgen, kan 80% binnen 3 maanden stoppen. Dus dat kan ook wel heel goed herstellen. Dus de kans dat dat permanent is, is niet heel groot. En wat belangrijk is, dat als het uitvalt na de operatie, dat het ook na 12 maanden na de operatie zelfs kan herstellen. Dus dat je ook daarmee best wel wat geduld moet en kan hebben. En dat er ook wel kans op herstel is. Dat heeft toch te maken met de hypofyse. Dit is een mooi plaatje van een pizzadeeg. Die hypofyse is zo uitgerold in die kant. Die heeft het vaak al een beetje moeilijk voor de operatie. Maar die kan na de operatie toch ook als die druk er vanaf is, toch wel weer wat herstellen. En dat geldt ook voor hormonen die voor de operatie zijn uitgevallen. Dat is voor lang niet elke patiënt zo, maar er is een kans dat het ook na de operatie wel weer beter kan worden. Dus dat je wel weer zelf hormonen kan maken. Dit is een overzichtsplaatje van welke hormonen in welke mate die uitvallen. En als je helemaal rechts in dat staatje kijkt, dan is het toch meestal de bijnieras die het lastig heeft na een operatie. In de neus, wat kan voorkomen is een nabloeding. En dan hebben mensen soms een tampon in de neus of moeten wat otrivin krijgen, wat samenknijpen van de vaten geeft.
Een bijholteontsteking, dat zien we eigenlijk vrij weinig, omdat wij vaak vragen de mensen de neus te spoelen na de operatie om de boel schoon te houden. Je kan door de zwelling van het slijmvlies kan de reukspleet dicht gaan zitten en kan je vaak tijdelijk wat minder ruiken. Dit is het voordeel van het spoelen. En als dat wat langer is en wat langer aanhoudt, kun je mensen reuktraining aanbieden om het toch te helpen te verbeteren. En wat kan optreden is een zogenaamde mucocale. En dat is omdat het slijmvlies zo hard en snel kan genezen. Dan kan zo'n holte gelijk samengroeien en kan daar slijm in ophopen. Want slijmvlies blijft slijm produceren. En dat kan best vervelend zijn. Want dat kan best wel voor klachten veroorzaken. En ook een heroperatie soms nodig zijn. Nou, wat ik net al zei, een ervaren rhinoloog, dus een KNO-arts die gespecialiseerd is in de neus, kan een groot deel van deze klachten eigenlijk toch helpen voorkomen. Wat er bij de tumor kan gebeuren, is dat er een nabloeding in het tumorbed optreedt. Dat is heel zeldzaam en daarom liggen mensen maar wel vrij ernstig. Dus daarom liggen mensen eigenlijk altijd een aantal uur op de uitslaapkamer. En dat geeft na de operatie een toename van hoofdpijn en soms ook slechter zien. Dat is eigenlijk altijd een reden om een CT-scan te maken en die bloeding te ontlasten op de operatiekamer. En een belangrijke ontwikkeling de laatste jaren is geweest, is om het lekkage van hersenvocht tegen te gaan. Wat vroeger best een groot probleem was. Mensen lagen lang in het ziekenhuis, kregen een drain in de rug of een drain in het hoofd om het vers hersenvocht af te laten lopen. Om te voorkomen, dat moet dicht, want dat kan niet blijven lekken, want dat geeft een risico op hersenvliesontsteking. Repareren we dat eigenlijk tegenwoordig altijd met een stuk slijmvlies uit neus-tussenschot. En dat is en lichaamseigen en waterdicht. En wat ik net zei, dat het zo snel verkleeft en zo snel dichtgroeit, dat is hier een heel grote voordeel. Want het groeit ook snel weer tegen die opening aan. En we gebruiken heel soms een stukje peesblad uit het bovenbeen als een soort tussenlaag. Maar eigenlijk zijn daardoor die drains bijna nooit meer nodig en verlengt het ook niet duidelijk de opnameduur. Nou, en dan heb je een overige complicaties die gelden eigenlijk voor bijna alle operaties die je doet. Dat is een blaasontsteking, een longontsteking, een trombosebeen. Dat hebben mensen met Cushing natuurlijk een groter risico op rondom een operatie. En ook een longembolie. En je kan altijd zogenaamde surgical risk calculator gebruiken bij een patiënt om te kijken wat zijn nou de risico's die iemand loopt rondom een operatie. Dan vul je eigenlijk alle karakteristieken van een patiënt in, onder andere leeftijd en ook andere aandoeningen. En daarbij komt een risico die je kan berekenen. En zie je eigenlijk bij mensen waarbij je aan de hypofyse opereert, dat het vrij laag risico geeft op dit soort complicaties. Nou, dan is het een beetje de vraag van wat hebben wij nou als patiënt aan de kwaliteitsstandaarden, aan de zogenaamde QRNS-database die wij als Nederlandse vereniging bijhouden. Nou, wij hebben als Nederlandse vereniging van neurochirurgie wel met elkaar afgesproken van je moet echt minimaal 20 hypofyse operaties per jaar per centrum doen. Want je weet, en dat zijn die staatjes die aan de rechterkant van het beeld ziet, is ten eerste hoe meer operaties een chirurg doet, hoe beter die daarin wordt. Hoe meer aandacht je daarvan hebt, hoe meer je gezien hebt, ook hoe beter je daarvan wordt en hoe meer operaties er in een ziekenhuis gedaan wordt. En dan kom je weer op het eerste sterrenstelsel met al die mensen die om de patiënt heen zitten, hoe meer operaties het ziekenhuis doet. Dus dat geldt ook voor de endocrinoloog, voor de endocrinologie verpleegkundige, voor de KNO-arts, voor de oogarts, de radiotherapeut, hoe beter een ziekenhuis daar ook in wordt. Dus dat is wat we met de Nederlandse Vereniging hebben afgesproken. En je ziet ook dat het steeds verder gecentraliseerd wordt, die hypofyse operaties. Nou, de QRNS is eigenlijk, is het doel van de QRNS is om de kwaliteit te bevorderen. En de kwaliteit begint eigenlijk met bijhouden, wat doe je nu echt? Dat gaat onder andere om de aantallen per centra, complicaties per centra en uitkomsten per centrum. Daar moet je wel bij bedenken dat die cijfers moet je wel voorzichtig interpreteren. Want je kan je voorstellen, een groot centrum trekt ook meer complexe patiënten aan. En complexe patiënten hebben nou eenmaal grotere risico's. Dus die hebben grotere risico's op operatie. Hebben vaak moeilijker te behandelen tumoren. Dus daar moet je altijd enige voorzichtigheid in betrachten. En de grote vraag waar we nu als werkgroep zeg maar voor staan van de hypofyse sectie van de QRNS is, wat doen we nou met deze data? Dat je ze niet alleen gaat bijhouden om het bijhouden. Dus waar gaan we die kwaliteitsslag dan in maken? Dus dat is nu de grote uitdaging waar we voor staan.
Nou, en als laatste de nieuwe ontwikkelingen. Waardoor je, wat gaat nou veranderen voor de toekomst? Wat ik denk is dat er eigenlijk steeds meer ervaring gaat komen met meer uitgebreide tumoren. Dus bijvoorbeeld de sinus cavernosus van oudsher een regio waar neurochirurgen heel veel ontzag voor hebben. Waar veel complicaties in optreden. Maar onder andere door betere camera's, betere beeldvorming is ook opereren in de sinus cavernosus steeds veiliger. Bij bepaalde stollingswerende middelen. Waardoor het veiliger wordt. Dus waarbij voor patiënten waarbij er heel veel ingroei is in de sinus cavernosus, waardoor iemand niet volledig te opereren valt, valt daar misschien in de toekomst veel meer voor te winnen. En ik denk dat die patologieën, meer begrip over het ontstaan van de hypofyse-adenomen, zal misschien voor mijn vak wat wegnemen, zodat er iets meer ontwikkeling van medicijnen wellicht gaat komen. Ook voor adenomen die geen hormonen produceren. En er wordt al veel gesproken over 3D-endoscopen. Die zijn een langere tijd op de markt, maar ook daar wordt de kwaliteit steeds beter van. Dus en hoe meer en hoe beter je iets kan zien, hoe beter natuurlijk je operatie wordt. Nou, er wordt ook altijd heel veel over robotchirurgie gepraat. De traditionele robotchirurgie, zoals in veel centra in Nederland staan, daar zijn eigenlijk die houders, die instrumenten, te dik voor om via de neus naar binnen te brengen. Die kan je wel door de mond naar binnen brengen, maar dan zit je net een verdieping te laag. Maar wat ik laatst las, dit is een zogenaamde pliënt. Die wordt in België ontwikkeld. Die is zo groot als een wattenstokje. En die buigt zich ook in allerlei richtingen. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Want die endoscoop die wij gebruiken is heel star en rechtuit. En deze die buigt zich om allerlei hoekjes. Dus wie weet helpt dat bijvoorbeeld ook om in die sinus cavernosus de toekomst beter te kunnen en veiliger te kunnen opereren. Nou, dit was eigenlijk wat ik vandaag wilde vertellen aan jullie. En ik wil jullie danken voor jullie aandacht.